Ja, hey, welkom op dit dia-avondje bij Pieter van de Straten thuis. Pieter, zo woon jij toch? Zo ongeveer. Eengezinswoning, rijtjeshuis, zoals heel veel mensen in Nederland wonen. Dit is niet echt, maar ik woon wel in een eengezinswoning in een rijtjeshuis. Maar in een prettiger omgeving dan dit. Je wilt eigenlijk gaan zeggen dat er iets mis is met dit soort woningen. Want ja, dit soort woningen er staan vaak in wijken waar je, als je daar maar lang genoeg woont, ongeveer zo eruit gaat zien. Dus een rijtjeshuis word je dik van? Nou, misschien nog niet eens zozeer het rijtjeshuis, maar al die plekken in Nederland waar we wijken hebben, waar je eigenlijk niet wil zijn, waar je zo snel mogelijk doorheen wil, waar beton is en gras dat van niemand is. Vijf, wat zegt dat? Vijf, dat zegt twee dingen. We gaan jullie vijf begrippen leren. Ik wil jullie vijf begrippen leren die dat voor altijd gaan veranderen. En als je thuis komt, googelen op die vijf begrippen en bij de bar overhoring. En dan gaan we allemaal ons gedragen zoals op dat plaatje? Wie weet. Maar eigenlijk, nee, laten we dat niet doen. Dit is allemaal veel te sportief. We gaan gewoon lekker ons leven leiden. En we gaan zoals anderen even terug in de tijd. En dat doen we naar heel lang geleden, ruim een eeuw geleden, de woningwet. De woningwet had twee doelen. Prettige wonen, maar ook gezondheid. Gezondheidsdoelstellingen. We wilden met z'n allen gezondere arbeiders. Dat was de drijfveer inderdaad. Ik ben een beetje historicus voor die woningwet. Dat ging niet om wonen, het ging om gezondheid. En toen gingen we dit bouwen, zo na de oorlog. Dit is zo'n beetje ook een beeld van hoe je Nederland in Meppel, Leiden, Heerlen, waar dan ook kunt zien. Wat is hier dan weer mis mee? Nou ja, je ziet het toch. Wie wil hier door deze openbare ruimte lopen? Wie vindt en wie wil er op die bank liggen? Het is inderdaad zo, en daar hebben we jullie misschien al bijna van overtuigd, dat als je de openbare ruimte zo slecht inricht, toch Pieter, dan krijg je daar dit soort consumentenvee van. En dat kan anders. Dat kan zeker anders. Ja, dat gaan we jullie leren als het volgende plaatje, wat duurde 20 seconden trouwens lang. Maar je gaat ons nog even helpen. We gaan naar buiten. En wat zien we buiten? Onze eigen woonwijk is eigenlijk vooral belangrijk voor de allerjongste en de alleroudste. Die hebben de kleinste actieradius. Dus juist voor hen is het belangrijk dat ze in de buurt van hun woning een prettige plek hebben. De actieradius. Je hebt geen grootte nodig. Je kunt hem ook klein hebben en toch in een fijne omgeving wonen. Zoals deze? Ja, zoals deze. Maar dit is natuurlijk wel utopisch. Ik bedoel, jij woont niet zo, ik woon niet zo, niemand woont zo. Maar dit is wel een plek waar heel veel gebeurt, waar heel veel kan gebeuren. Heel veel kan gebeuren. We zullen er verder niet op ingaan, maar de functies die zien jullie hier aangestipt. Het werken en het wonen komt bij elkaar en dat leidt tot lichte contacten. Nummer 1. Lichte contacten. Belangrijk onderwerp. Dat zijn de contacten met mensen die niet echt je vrienden zijn en ook geen vreemden. Die prettig voelen, die je gedag zegt op straat, zoals jullie mij allemaal gedag gaan zeggen op straat nu. En die je helpen om, als je een podcast wil hebben, om die op je telefoon te zetten bijvoorbeeld. Ja, dit is een serieuze foto uit Lelystad. En wat leert dit over die lichte contacten? Dit is zo'n plek waar 1-2'tjes tot stand komen. Dat is een plek waar iets gebeurt, waar twee mensen die elkaar niet kennen elkaar aanstoten en zeggen van, dat is toch heel erg gaaf dat. Ja. Kunnen dat we daar een praatje over maken. Ja. En dan denk je, ja, buurtschuur bouwen, dat is misschien wel, gaat wel ver. Maar bijvoorbeeld in New York doen ze het zo. Ja, je kunt natuurlijk een zeecontainer neerzetten van Heineken, maar je kunt ook zelf een parkje bouwen. Ja, dit is een vorm van laat ik dat ook doen. Wat zeg je? Ik ga ook een parkje bouwen. Okay. Ik heb ook groen meegenomen. Ja, en dan, de bankjes zijn nu in de uitverkoop bij de Gamma, want het is weer zomer. De zomer is voorbij, bedoel ik. Wat leert dit nou? Dat je heel weinig nodig hebt om een fantastisch parkje te beginnen. Om een plek te beginnen waar je prettig met elkaar kunt zijn, waar je een gesprek kunt voeren, waar je met je kinderen kunt spelen, waar het graag fijn is om naartoe te gaan. En dat klinkt ontzettend simpel. Wacht even, we moeten door. Dit gaan we ook doen, dit vind ik een beetje lullig. Zo'n moestuin, dat is dat stadstuinieren en zo. Is dat niet een beetje trendy? Dat is niet lullig, dit is belangrijk. Dit is derde begrip, scharrelen. Dit is lekker bezig zijn, buiten, in je omgeving, met buren, met anderen. Scharrelen. Scharrelen is het nieuwe sporten. Dit houdt je fit. Dat blijkt, ik val hem even bij, we hebben dit voorbereid. Die lichaamsbeweging, dat moet niet sport zijn, dat moet gewoon bezig zijn. En na afloop gaan we toch weer op een bank zitten. Jazeker, maar niet zomaar een bankje. Een bankje op straat. Een bankje waar je je buren kunt spreken. Een bankje waar je iets kunt doen. En dan gaan we dat nog verder. En dan had je nog een nieuw begrip, Pieter. Gooi het er maar in. Dit is tactical urbanism. Thomas Beyer, waar ben je? Waar ben je? Daar. Hier hebben we jou voor nodig. Op straat. Gewoon op straat. Je pakt je verfroller en
Je maakt de openbare ruimte van jou. Tactical urban is ook wel genoemd. Placemaking. Placemaking. Tactical urbanism, ze doen dit ook in New York. Ze hebben daar ook gewoon die verfroller gepakt. Ze hebben daar Times Square geverfd, plantenbakken neergezet en nu is het een walhalla voor voetgangers. Er zijn inderdaad in Nederland stadsdorpen waar ze gewoon gezegd hebben, deze straat is nu afgesloten, want er moeten kinderen spelen. Tactical urbanism, placemaking. Placemaking, vijfde begrip. Zo, dan moeten we ze straks wel even, want dat zijn er vijf. Maar dit woord placemaking, dat is echt, dat maakt school internationaal. Zoek dat vooral. Mensen veroveren terug hun openbare ruimte. De plek waar ze wonen, leven en weer gezond zijn. We gaan samenvatten. Wat hebben we geleerd? We hebben geleerd dat we met elkaar lichte contacten willen hebben. Dat we 1-2'tjes willen hebben. 1-2'tjes, jong en oud, bij elkaar in de openbare ruimte, buiten op straat, waar aanleiding is om met elkaar dat praatje te maken. Nog een woord. Guerrilla. Guerrilla. Guerrilla urbanism. Dat tactical urbanism. Maak van zo'n asfaltvlakte iets moois. Dus gooi weg die smartphone. Punt 1. En punt 2. Dat verschrikkelijke plein daarachter. Dat doe je je kinderen toch niet aan om ze zo te laten spelen. Gooi die tegels eruit. Breng er groen. En tot slot zouden wij, om te willen aantonen dat het echt zo simpel is, willen afsluiten met een guerrilla-actie op deze Pecha Kucha. En die ziet er als volgt uit. Dank jullie wel. Dank jullie wel.